Het is eigenlijk een, je zou het kunnen noemen, een liefdevolle zelfrealisatie. Daar gaat het in feite om. Die liefde is puur en ongebonden. Er zit nergens aan vast. Een bonbonnetje. Een bonbonnetje. Nou, daar gaan we dan. Ja, eventjes. Kan ik erbij? Nou ja, dit lijkt me wel een lekkere. Het is weer een mooi boeket bonbons deze week, zeg. Ja, het is alle kleuren van de regenboog. Nou. Wat dacht je van de pionrozen? Ja, even kijken of ik jou ook nog kan zien. Dan ga ik het hele gesprek tegen de pionrozen aankijken. Ze zijn nu zo'n beetje in het laatste stadium, ja, denk ik, hè, pionrozen. Maar het is magisch gewoon. Ja. Dus echt maar. En elke keer zijn ze toch ook weer anders. Soms worden ze helemaal wit. Dat is ook zo bijzonder. Ja. Het is echt mijn favoriete bloem. Ja. Wij hadden we hebben vragen. Ja, ik ga ze voorlezen. De eerste vraag. Ik ervaar lichtpunten. Als bijvoorbeeld bepaalde woorden uit je video mij raken. Er komt ruimte in mijn hoofd en ik word blij. Dan heb ik snel de neiging om iets anders te gaan doen zodra het kwartje valt. Bijvoorbeeld een activiteit verrichten. Omdat ik dan merk, zie je, er is helemaal niks aan de hand. Toch merk ik dat er momenten zijn waarbij ik weer dezelfde activiteit verricht op een ander moment. Die mij weer meesleuren en op een andere toer brengen. Ja. Angst en paniek dus. Hoe creëer je houvast en stabiliteit hierin? Ja, dit is een klassieker. Ja. Hè? Want hier heb je dus een voorbeeld van, ook al dat je, als je zegt, zie je, er is toch niets aan de hand, het gaat goed. Daar komt het in feite op neer. En je gaat dan iets anders doen. Dan zit je gewoon, dan heb je last van de bloemen, hè? Ja, ik ze iets wel opzij echt, zetten. Ja, doe me een beetje opzij. Niet de bedoeling zo. Nee, zo. Je moet elkaar wel blij kunnen blijven zien. Zijn zo uitbundig. Ja, ik dan zie je hier ook weer, de gaten bij houden. Deze, ja. Dat dit is perfect. Sorry. Dat je hier ook weer. Dan, je hebt de video's gekeken, je hebt hiernaar geluisterd. De mind gaat opzij. Die vindt dat natuurlijk helemaal niet zo prettig. En je bent eruit. En op dat moment ga je dus activiteit ontplooien. Ja, tot zover. Maar je zegt wel, zie je, het zit wel goed, hè? Mm-hmm. Het gaat goed, je voelt dat het goed gaat. Maar op dat moment gaat hij weer overnemen. Toch weer, hè? Ja, omdat je weer iets anders gaat doen. Patronen. Je bent er nog te veel mee bezig. Je bent er nog. Dit is heel goed, hè, wat er hier gebeurt. Ja, dit is weer oordelen. Ja, maar dit zijn wel scheuren. Want hij laat ook zien. Hij laat echt zien dat het dan op dat moment goed gaat. Dus de mind gaat achteruit. Er komt echt scheuren in het beton van de mind. Dus als hij ermee doorgaat, of hij, ik zeg wel dat hij, ik weet niet of het hij is, dan kom je eruit. Dan kom je er gewoon uit. Want gewoon doorgaan, blijven doen. Dan is hij er maar weer. Ik ga door. Ja. Jij zit achter mijn broer. Het is in ieder geval zo, dat is het voorbeeld van die domino-steentjes. Ze gaan allemaal om. Dus er zijn er een aantal al aan het omgaan. De anderen komen vanzelf. Kijk, als je dus dat goed ziet, dat ze allemaal omgaan. Mm-hmm. En dat gaat gebeuren. Of het helemaal weggaat, doet er nu helemaal niet toe. Maar dan ben je uiteindelijk al zo ver door die poort van vrijheid heen. Om maar een filmpje van verleden week te pakken. Ja, dan. Dat kan, die heeft dit nakijken. Ja. Dus dit is, ik vind het ontzettend fijn, deze opmerking. Ja, dat gaat dus komt gewoon goed. Komt vanzelf. Zet er geen tijd op. Laat het gaan. Ja. Doe er niks aan. Ga gewoon verder. Ja, zet niet er geen zeggen, tijd nou, op vooral, zie je wel. Nee, gewoon verder gaan. Ja. Oh, ik ga weer verder. Ja. Dan komt die rust ook. Tweede vraag. Op zich begrijp ik de weigering en de weerstand tegen het geven van concrete tips. Maar ook weer niet. Jullie benoemen voorbeelden van negatieve gedachten, zoals moeten, proberen, lage eigenwaarde en zelfafwijzing. Wat zijn dan positieve scripts? Ja. Wat zeg ik tegen mezelf als de paniekaanval zich aandient? Ook heb ik slechte ervaringen met het verliezen over mijn angstklachten in intieme kringen. Over het? Ja, ik heb slechte ervaringen met het, oh, sorry, met het vertellen van mijn angstklachten in intieme kringen. Dat is vervelend. Het staat op veel onbegrip en afwijzing. Mensen keren zich letterlijk van mij af. Vrouwen op datingafspraken haken af. Zij zoeken partners zonder rugzakjes. Dat is toch vraag 1 nog eventjes. Het eerste deel van de vraag nog één keer willen horen. Ja. Is dat goed? Ja.
Op zich begrijp ik de weigering en de weerstand tegen het geven van concrete tips, maar ook weer niet. Jullie benoemen voorbeelden van negatieve gedachten, zoals moeten, proberen. Proberen, weet je wel, moeilijk, hebben we ook wel eens besproken. Ja. Lastig. Ja. Lage eigenwaarde, zelfafwijzing. Ja. Nee, dat is helder weer. Oké. Okay. Ja. Kijk, hier gaat het nou precies om. Wat we niet doen, wat hier niet gebeurt, en dat wordt wel gevraagd, dat we de negatieve gedachten, want daar komen mensen dus ook voor. Ze komen voor de neurotische mind, de mind die ze overgenomen heeft. Ze komen niet omdat dat de mind heel erg voor je werkt en positief is, weet ik wat. Op het moment dat je dus tegenover negatieve gedachten positieve gedachten gaat zetten, je hoort exact wat ik zeg, dat is precies het bootje verhaal wat ik in het begin verteld heb. Dan ga je dus, er gebeurt iets negatiefs en dat en dat en dat en dat. Nou, die negatieve gedachten zijn hier heel veel voorbij gekomen. Inmiddels weet je dat je moeten niet moet gebruiken, proberen niet moet gebruiken. Allemaal van die hulpmiddelen van de taal die ertoe doen. Dat is heel goed in al de films die we tot nu toe hebben al besproken. Maar als je daar positieve dingen tegenover, gedachten tegenover gaat zetten, dat is bootje verhaal, dat betekent dan ben je weer aan het stapelen. Dus bootje ligt in het water, negativiteit, negatieve gedachten liggen daar. Daardoor gaat het bootje uit evenwicht. Ja? Dan komt die schuin liggen. Dat wil je niet, dus je wil hem recht hebben. Dan ga je de positieve gedachten tegenover zetten. Wat het dan ook mogen zijn, dan ligt hij weer in evenwicht. Maar het gaat hier dus niet om de gedachten. Het gaat natuurlijk wel om de gedachten die negatief zijn. Maar het gaat erom dat je inziet dat dit weer vechten is. Hoe je dus met je gedachten omgaat, daar gaat het om. Daar gaat het om. Positieve gedachten tegenover negatieve gedachten zitten, dat is niet aan dit loket. Dan moet je naar een ander loket toe. Ja. Dus dat gaan zien. Daarom wordt dat ook niet gezegd. Ja. Want als de negatieve gedachten waarin de mind zich heeft overgenomen zich oplossen, dan is het klaar. Mm-hmm. Want het gaat niet over positief en negatief. Dus we oordelen. Dat is oordeel. Het gaat om zijn. Mm-hmm. En zijn is, daar hebben we het over, vaak over gehad, ook de verleden keer weer, over licht en donker. Dat hoort bij elkaar. Mm-hmm. Zodra je dus dat niet wil, dus het is een eenheid, hè. Het is dus niet zo, en het verschil zit hem ook precies hierin, dat je geen negatieve gedachten meer hebt. Want die zijn er natuurlijk gewoon. Ja. Maar dat ze je niet meer overnemen, daar gaat het om. Daar gaat het om. Mm-hmm. Want positief is positief, negatief is negatief. En de mensen die hier komen hebben te maken met de negatieve kant, die ze overneemt. Let nog goed op, dat woord overnemen. Mm-hmm. Want ieder mens heeft negatieve gedachten. Geen één uitgezonderd. Maar die je overneemt, daar kom je voor. Dus er is geen enkele noodzaak om over het positieve te spreken, want anders kom je hier niet. Nee. Dus daar kan ik ook niks over zeggen, want het is, Dat gaat als je gelukkig bent, kom je hier niet. Nee. Toch? Nee. En als je zegt, ik wil gelukkige gedachten en ongelukkige gedachten, maar daar gaat het hier natuurlijk niet om. Nee. Het gaat hier om zijn. Ja. Op het moment dat je vrij bent, dat je vanuit jezelf leeft, dan nemen de gedachten je niet meer over, want dan kan je ze tackelen. Of tackelen is niet eens het woord, je doet er niks mee. Nee. Ja, en dat er zo vervelend gereageerd is in dingen, dat is heel vervelend. Voor de mind is dat wel leuk, want die zegt dat je het dus geheim moet houden en je moet schamen. Maar ik hoop wel dat dat duidelijk gezegd is. Komt het duidelijk op? Ja. Okay. Ja, nou, dit is ook iets, hè. Natuurlijk zou het heel fijn zijn als je je kwetsbaarheid, waar je last van hebt, kan tonen. Het grote probleem is natuurlijk wel dat je daar toch aan moet voelen waar je dat wel kan doen en waar je dat niet kan doen. Ja. En als je regelmatig in je omgeving zit met mensen die er helemaal niks mee hebben, of het gek vinden of wat ze er ook van vinden of jou gek vinden, dan zou ik het niet adviseren. Nee, want je hoeft het niet te zeggen. Nee. Er zit ook weer geen moed achter. Nee. Het is niet dat je met iemand afspreekt voor het eerst, dat je het moet zeggen eerst. Nee. Het is geen toegangskaart. Nee, je hebt een keuze. Dan is het ook een mind. Ja, dat is ook mind.
Want ik moet het zeggen. Nee, ja. Je moet niks. Nee, je bent niet, het is geen maar handicap. Maar het zou fijn zijn als, als wij allemaal onze maskers af konden zetten... Ja. En ons niet meer zouden verhullen en onze kwetsbaarheid zouden tonen. Ja. En iedereen, als je het over intieme kringen hebt... intimiteit is er vaak pas als je elkaar beter kent. Ja. Niet op een eerste datingafspraak. Nee, dat ook is... niet. En ook niet op vlakke partijtjes en dingetjes. Maar het kan natuurlijk altijd, dat weet ik niet. Maar dat hangt af van de situatie. Ja. Ja. Maar er moet niks. Nee. Je hoeft dat niet te vertellen. Nee, maar het is ontzettend fijn als je zelf... Hier stel ik me ook kwetsbaar op, jij doet dat ook. En dat anderen dat dan ook gaan doen, omdat jij je kwetsbaar opstaat. Maar als het in een omgeving is die daar niet voor open staat, niet ontvankelijk voor is... Ja, dan heet dat in bijbelse termen, geloof ik, zaaien op de rots of zo. Ja, ja. Dat is een, of parelen voor de zwijnen, ik weet het niet. Maar parels voor de zwijnen. Er komt helemaal niks uit. Nee. Nee. Okay. Dus niet doen. Nee. Niet meer doen. Nee. Alleen daar waar het kan. Ja, dat voel je wel, waar dat kan. Ja. Je zit in gedachten. Dat is het, hè, denk ik. Ja. Dit is het. Twee vragen waren dit, ja, hè? Twee vragen. Ja. Ik wil het... Ik heb het in het filmpje... Ik heb het opgezocht. In filmpje 19 heb ik het gehad over eigenwaarde. Want anders zit ik daarnaast. En ik wil het nu hebben over zelfliefde. Zelfliefde. En kijk, we hebben het al vaker over gehad. Het is wel goed om het weer te halen. Want herhalen is nodig om te laten zien... hoe het zit. Precies. Dus het ongelimiteerde, pure zijn, dat wat je bent, dat wat aanstuurt, dat waar je naar verwijst, noem het allemaal maar op. We hebben het er heel veel over gehad. Dat is iets dat is naamloos. Dat is naamloos. Ja. Dat wat je niet, dat hele rijtje is naamloos. Je kan het geen naam geven. Maar als je het een naam wil geven, dat hebben we al in het verleden afgesproken, eigenlijk afgesproken, een raar woord, gezegd. Dat, dan noem het dan jezelf of het zelf. Ja. En dat is het pure zijn. En dat is liefde. Dat is liefde. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Hè? Want als je. Het is in feite liefde zonder voorwaarden. Het is onvoorwaardelijke liefde. Dat is waar het om draait. Dat is de kern. En als je. Je kan het ook zien. Ik was nog een aantal dagen geleden dan in een strandpaviljoen. Dan kwam een moeder met een kinderwagen binnen. En dan ligt er weer zo'n heel mooi, nou in dit geval is een jongetje dan met blauwe ogen en te stralen en om zich heen te kijken. En toen zei ik ook tegen haar, kijk, zo begint het. Mm. En ik hoop dat het zo blijft. Mm. Maar dat kan niet vanwege de situatie, de cultuur waar we natuurlijk in leven. Dat begrijpt iedereen. Maar dat is wat we werkelijk zijn. Zo word je geboren. Snap je? Dus, en die zelfliefde, die kan niet stromen, omdat de mind er weer tussen zit. Dus het gaat hier om zelfliefde zonder voorwaarden. Dus onvoorwaardelijk betekent zonder voorwaarden. Volg je? Ja. Nee, dus dat je ziet, ja, onvoorwaardelijk, eigenlijk, in feite zou het moeten zijn, onvoorwaardelijk liefhebben... zonder dat je er wat tegenover stelt. En dat is misschien wel de grootste les die we allemaal moeten leren. Of moeten, die we allemaal te leren hebben. En dat is... Maar in eerste instantie kan dat alleen maar als je jezelf niet afwijst... doordat de mind ertussen zit. Want zodra dat denken ertussen komt, is het niet meer mogelijk. Maar het is wel de kern. Voor liefde hoef je helemaal niet na te denken... Nee. Er komt geen gedachte bij kijken. Nee. En als je dat kijkt. Ik heb een cartoon. Die hier nu getoond wordt.
En dan zie je twee poppetjes, twee mannetjes. En die komen allebei uit een warenhuis zetten. En de een heeft al een hele kar vol met stuff. Het is in het Engels, hè. No more stuff. En useless stuff. Big TV. Holidays. Nou, ik weet niet. De hele kar staat vol met dingen. Ja. En de andere komt naar buiten lopen. En die heeft een doosje. En die doet zijn armen eromheen. Die drukt hij aan zijn hart. En dan moet ik uitkijken voor mijn microfoontje. Mm. En zegt die een tegen die ander, en dat op dat doosje staat dus liefde, love. En zegt hij, het is net als het liedje van de Beatles, All You Need Is Love. Is that all you need, zegt hij tegen dat mannetje. Ja. En de Beatles hadden dat toen al door natuurlijk. Dat is natuurlijk geweldig, All You Need Is Love. Dat liedje zal toch iedereen wel kennen. Ja. Maar dat is het precies. Ja. Het is zo mooi weergezet. Hmm. Want als dat er niet is, wat dan? Ja, dan blijf je je kar volladen. Ja, dan blijf je doorgaan. Op zoek naar liefde. Ja. Die kar zat vol met voorwaarden. Ja, 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 ja. Dus, maar dan begint het natuurlijk al. Als je nou jezelf continu, we hebben het vaak over gehad natuurlijk, jezelf afwijzen, dat doet de mind natuurlijk. Als je daar telkens mee doorgaat, dan kom je er niet. Hè? Nee. Dus stop er nou mee. Want dat is die geconditioneerde persoon die dat doet. Ja. Het gaat automatisch, ik weet het. Maar het is toch opletten dat je daarmee stopt. Want zolang je dat blijft doen, kan dat natuurlijk nooit stromen. Nee. Dan kan je er ook niet bij komen. Dan moet je dat anders doen. Als je er niet mee stopt, ja, dan krijgt het ook geen enkele ruimte om zich te manifesteren. Want je houdt het tegen. En ook met die kritiek. En wat je dan gaat krijgen, als je daar niet mee stopt, dan ga je die mind natuurlijk weer geloven. En stop dan ook met geloven. Want dat is het punt. Zodra je die mind gaat geloven, komt het volgende, dan ga je identificeren. En daar ook onmiddellijk mee stoppen, zien dat je identificeert. Zie dat je telkens weer meegaat in wat die criticaster in je hoofd aan het vertellen is. Want als je dat niet doet, dan blokkeer je weer. Dan ben je weer bezig dat je dus diezelfde liefde niet kan laten komen. Volg je? Dat is, ja, dan, ja, is je, hebt het ook, je hebt het zelfs ook met de liefde voor de ander natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat komt ook zeker in vraag. Zodra je iemand vergeeft, ja, dan komt dat zelf. Dan is de voorwaarde weg. Ja. En dan voel je echt dat stromen wat jij omschrijft. Ja. Dus stop ook met, precies, je komt er nou met het vooroordelen, het oordelen, ja, het analyserende, het bekritiserende, negatieve. Ja. Nou, ga zo maar een hele rij door naar jezelf toe en naar anderen. Ja. Het gaat twee kanten op natuurlijk. Want als je daarmee stopt, dan wordt het ook makkelijker. En als jij milder wordt voor jezelf, word je ook milder voor anderen natuurlijk. Mm-hmm. Maar als je dat niet doet, dan blijft het dicht. Je kan het eigenlijk zien als een sluis die je openzet. De sluis van liefde, vanuit het zelf, ja, de zelfliefde, die kan pas open als je hier allemaal mee stopt met dat hele rijtje. Maar anders kan die niet open. Dan kan die liefde niet stromen. Dan kan je het ook niet voelen, kan je het ook niet ervaren, kan je het niet beleven. Ja, dat is moeilijk, denk ik, in een wereld als deze voor mensen. Om in te zien waar dat dan stopt, omdat er zoveel moed en zoveel voorbereid wordt. Ja. En zoveel van mensen gevraagd wordt. Ja, maar daar is het. Het precies. Je moet dus echt gaan leren zien waar je vanuit liefde handelt. Ja. Ja, want dan kan je ook ervaren dat je leeft. Ja. Dat je bestaat. Dat je er bent. Nogmaals, in het kader van al die mensen die hier komen met deze klachten waar we het hier over hebben, hè,
Je kan in een verschrikkelijke situatie zijn, dan geldt het hier aan. Maar dat is de realiteit. Dat is niet als je dus ziek bent of je zit in oorlogsgebied in een verschrikkelijke situatie, hebben we hier allemaal niks aan. Daar gaat het hier ook helemaal niet over. Het laatste waar het over gaat. Het gaat hier over wat je jezelf aandoet. Het zelf wat niet gehoord wordt, niet gezien wordt, wat niet gevoeld wordt, wat niet beleefd wordt. Dat wat je mind jou aandoet. Door die conditioneringen. Daar gaat het hier over. Dat kan je ook niet. Kijk, als je zoveel op je huid wordt gezeten door die mind, dan gaat die sluis natuurlijk nooit open. Nee. Dan blijft dat water blijft erachter. Als je het dan in beeldspraak wil zien. En dat is het. Ja. Dat is ook het. Dat je dat gevoel dat je bestaat, hebben we het al vaker over gehad, dat je een lichaam hebt dat bestaat, dat je er bent, ja, dat kan alleen maar als je die sluis open hebt staan. Ja. Anders ben je er niet eens mee bezig. Nee, dan ben je dus alleen maar streng voor jezelf. Ja, dat is nog niet goed genoeg. Nee. Het is nooit goed genoeg. En ook hier weer, ja, in mijn mening bestaat er niet de perfecte mens. Nee. Dat hoeft ook niet. Het is eigenlijk een, je zou het kunnen noemen, een liefdevolle zelfrealisatie. Liefdevolle zelfrealisatie, daar gaat het in feite om. En die liefde is puur en ongebonden. Er zit nergens aan vast. Mm-hmm. Als je dat gaat realiseren, dan ga je vanuit het hart leven, vanuit het zelf leven. En ook die dingen doen waar we het vorige week over hadden, waar je oprecht naar verlangt. Ja. Dat is een anders handelen dan. Ja, ja. Vorige week hebben we het daarover gehad. Dat komt ook hier vandaan uit jezelf, uit jezelfde bron, of kern, of hoe je het noemen wil. Ja. Dan ben je de bron. Ja, dan ben je de bron. Je bent ook de bron. Ja. Maar je realiseert je, dus dat woord realiseren is ook een mooi woord, vind ik. Je verwerkelijk het en je realiseert je. Ja, het zijn allebei dezelfde. Ja. Voel je? Ja. Je bent er wakker. Je bent ineens wakker. Ja. En op dat moment dat je wakker bent, verwerkelijk je het ook. Dus dan realiseer je het ook. Dat aanwezig is. Ja. Daar hoef je niet eens per se andere dingen voor te laten of te doen. Niet. Hè? Het is de wijze waarop je het ervaart vaak. Ja. Ja. Hoe je ergens aan gaat staan. Ja. Ja. Maar je kan het. Dat is vaak het geval voor de mensen die hier komen. Je ziet ook dat er soms heel veel weerstand, heel veel ellendige dingen voor nodig zijn om dat te kunnen realiseren. Dat zijn die voorwaarden misschien. Ja. Nou ja, ook omdat je angsten hebt of dat je tegenslagen hebt. En dat je geconditioneerd raakt. Allemaal dat soort dingen om die ruimte te ontdekken. Want waarom gebeurt dit? Ja, ik zit weer zo natuurlijk. Ja. Val ik buiten beeld. Maar dat. Ja. Ja, dat is een hoge prijs. Dat is een hoge prijs. En de meesten die ermee te maken hebben, die betalen die prijs. Ja. En dat wordt een gewoonte. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het zelf niet meer gratis toegankelijk. Nee. Terwijl je bent het. Nee. Nee. Het is er altijd. Ja. Ja. Het gaat voelen alsof het iets is wat je soms verdient. Juist. Dat kan me ook nog wel herinneren. Ja. Ja. Pas dan ben je echt helemaal jezelf. Ja, dat is niet onvoorwaardelijk. Nee. Want je hebt weer een voorwaarde gesteld. Ja. Pas dan. Ja, kan ik echt lekker mezelf zijn. Ja, precies. Ja. Dus dat is niet waar we het hier over hebben. Nee. Dat is weer hoofd. Ja. Dat is mind. Ja. Daarom, het is ook niet te omschrijven. Het is alleen maar te ervaren en te voelen. Ja. He, je kan het niet omschrijven, maar ja, hoe meer dat stroomt, hè? Dus dat het vanuit het hart weer stroomt. Wat je al in het begin zei, hoe liefdevoller het voor de aarde wordt. Ja. Je gaat ook anders met de aarde om. Wat deze planeet ontbeert, is dat iedereen die zelfliefde mist. Want als dat er zou zijn, dan zouden ze niet op deze manier met de planeet omgaan. Mm-hmm. Komt allemaal weer daarop terug. Hè? Dus,
En ook wat alles wat leeft op aarde, hoe daarmee omgegaan wordt. Ja. Dus het is veel groter dan dat je kan bedenken. Hè? Ja. Mensen die vanuit het hart leven, die hebben dat vanzelfsprekend. En die ervaren dat, die zijn er niet eens meer mee bezig natuurlijk. Maar daar gaat het natuurlijk om. Dat ze zijn zich er niet van bewust, maar ze doen het wel. Ja. Dat gaat, ja, het gaat van, daarom is het vanzelf zo mooi. Ja, en dat het inderdaad groter is dan het, ja, het bedachte. Het is veel groter. En kijk, wat je van binnen bent, wat je echt bent, kan je dan naar buiten laten zien. Dus niet vanuit de mind, maar vanuit het hart. Ja. Wat je van binnen bent, laat je naar buiten toe zien. Ja, moet je maar eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja. Dan gebeurt er gigantisch veel. Ja. Dat is echt, dat is niet te geloven. En er komt ook die liefde naar het andere toe. Ja, maar dat is eigenlijk wat jij hier ook alsmaar zit te doen. Dat komt niet uit een boekje of nee, uit een... Nee, dat komt hier niet uit een boekje. Daarom lukt het ook altijd. Ja, dat is wat er hier gebeurt. Ja. Ik zit eigenlijk aan een... Hoe ik daar nou aan kom, weet ik nu niet. Maar een verhaal te denken, kort verhaal eventjes. Over liefde gesproken. Dus dat van binnen uitkomt en dat de andere daar helemaal niet bij stilstaat dat hij dat doet. Dat speelt zich af in India. En dat gaat over... Een man die stapt in de trein en die verliest zijn schoen. Die kan er niet meer bij, want die trein die gaat op dat moment heel langzaam in beweging. Dus die schoen, daar kon hij niet meer bij komen. Dus hij trekt die andere schoen trekt hij ook uit. En die gooit hij met echt wel op een goede manier, precies heel kalm, naast die schoen die daar al ligt. En toen zegt die medepassagier, wat ben je nou aan het doen? Ja. Hij zegt, ja. Nu is degene die het vindt, die heeft er nu wat aan. Ja. Ja. Dat is toch prachtig? Ja. Ja. En dit of dat werkelijk zo is, of dat doet er allemaal niet toe. Nee. Het zal best zo ook gegaan. Als iemand werkelijk vanuit zichzelf, denkt hij er helemaal niet aan. Nee, die schoen nee hij toch... denkt gewoon automatisch aan die ander. Ja. Onvoorwaardelijk. Ja, je kunt er toch niet meer bij, dus nee, is voor iemand anders. Dus geeft die man een compleet. Ja, anders heb ik er niks nee. aan. En die andere persoon niet. En dan heeft er tenminste iemand wat. Ja. Ja. En dat komt vanuit je diepste wezen. Ja. Je wil eigenlijk niet dat iemand anders... Nee. Is niet gegund. Wat wil je eigenlijk diep van binnen? Nee, je staat dus op die... Ja, dat, als je vanuit die liefde die erin zit... Gaat dat zonder dat die man zich ervan bewust... Behalve die medepassagier, die denkt, wat een gekke vent is dat. Ja. Ja, jij ziet dat dus ook als iets puurs, wat iedereen al in zich heeft. Want er zijn ook mensen die zeggen, kinderen moeten opgevoed worden en dingen leren, want het zijn een feitenkrengen. Omdat het zijn een feitenkrengen. Die mensen die krengen? Die krengetjes. Dat hoor je mensen wel eens zeggen. Een kind wordt als een kreng geboren, want ze kunnen niet delen, dat moet je leren. En... Ja. Maar daar zit dit toch ook al in? Daar zit het in. Dit hoef je niet aan te leren. Nee, het zit in je. Het zit in je. Maar het zijn kringen. Ja, dat is al een hele rare, ik weet het. Maar dat is al een hele rare verwoording van iets. Hè? Ja, hè? Maar het zit erin. Ja. Het zit er van nature in. Maar het wordt dat is door de omgeving wordt dat natuurlijk geblokkeerd. Ja, want als het er niet in zit, kun je volgens mij een kind ook niet leren delen. Nee. Dat is niet wat je aanleert. Nee, dat zit erin. Niet. Dat ontwaak je of zo. Of dat wijs je aan. Of dat laat je het een keer ervaren. Dat zit erin. Ja. Maar het gedrag neemt een kind wel over. Ja. En het gedrag is niet wat ze zijn natuurlijk. Hè? Als het over negatieve dingen gaat. Nee, je gedrag ben je niet, nee. Nee, dat ben je niet. Zo dat heb je aangeleerd of dat neem je over of wat het ook is. Maar dan kom je weer. Je gaat door opvoeding, een omgeving, een cultuur. Precies. Raak je dat kwijt? Ja. Of kan je het kwijtraken? Ja, kun je meestal niet meer raak bij. Je het kwijt. Ja. En ik neem aan dat bij jou ook gebeurd is en bij mij ook. Iedereen.
Het zijn allemaal delen waar je op een gegeven moment niet meer bij kon. Nee. Je hebt het ook meestal niet eens door. Nee. Nee, en dan ontstaat er natuurlijk een zelfbeeld. Dat is ook zoiets moois. Een woord zelfbeeld. Wat dus niet kan, omdat je niet kent. Dat je niet daar een beeld van kan maken. Nee. Wat je werkelijk bent. Hè. Maar je krijgt dus een zelfbeeld is altijd bedacht. Dat komt uit de mind. Ja. Geldt ook voor een spiritueel zelfbeeld. Dat is ook bedacht. Nou ja. Ja. Dat is ook mind. En dat ontstaat. Ja. Dat kan door jezelf ontstaan natuurlijk. Dat je zelf zo door de mind dan gaat doen. Niet door jezelf, maar door de mind dat doet. Hè. Dat mind telkens zegt, ja, ik hier wel en dit en dat. Maar ook door je omgeving. Waar je opgroeit. Ja, dus je kan wel, we hebben het ook al in het verleden over gehad, natuurlijk die talenten en alles. Hè, maar als je te veel dingen krijgt te horen wat anderen over jou zeggen. En dat gebeurt. Ja, dan kan je een compleet ander zelfbeeld krijgen. Mm-hmm. En dat beeld klopt nooit, daar gaat het niet om. Maar dat zo ver van jou afstaat wie je bent. Hè. Ik denk dat heel veel mensen daarmee mee te maken hebben. Ja. En daar identificeer je dan weer mee. Ja, want hoe langer je het zelfbeeld hebt, hoe meer zeggingskracht en hoeveel waarde je eraan hecht. Dat want is je, het. Zo dacht je al 25 jaar over jezelf. Ja. Ja. En het blijft bedacht. Pardon? Het blijft bedacht. Het blijft bedacht. En als dat jou hindert in jouw vrijheid, maar ook hindert in het zijn, in het pure zijn, ja, dan leef je in feite volgens iets wat je zelf hebt bedacht. Ja. Of wat anderen voor jou hebben bedacht. En dan ben je natuurlijk ver van die liefde af. Ja. Ja, en je zit vast. Want je gaat ook bevrijding van angst en paniek gaat helaas niet lukken als je alsmaar aan iets vasthoudt. Nee. Nee, je zit er, goed gezegd, je zit er inderdaad aan vast. Ja. Het juist door zo'n zelfbeeld los te laten en niet te zeggen, ah, maar dat kan ik niet. Dat is allemaal vasthouden. Je weet niet wat je kan. Nee, maar komen we weer, het is het ongelimiteerde zijn. Echt, ja. Je bent het zelf, ja. Maar je bent niet het beeld. Nee. Nee, dan moet je nooit zeggen van, ah, maar dat is niks van mij. Nee. Dat is in feite weer het rijtje met dat bekritiseren. Ja. Nou, dat kan ik niet. Dit kan niet. Maar ook, ja, daar ben ik te stom voor. Of zie je wel, dan heb je het alweer. En dit heb ik weer. En dan in dat rijtje zit het. Dus dat, en uiteindelijk kan dat, ja, bijna het woordje snoeien zit erin. Dat vind ik een mooi woord. Snoeihard worden, hè. Mm. Naar jezelf toe. Je snoeit het gewoon af. Ja. Dat is echt. En dat is iets wat hier in de praktijk echt wel veel voorkomt. Ja, het zijn allemaal gemiste kansen. Ja. Ja. En ook al, die kansen, dit is goed gezegd, dat zijn inderdaad gemiste kansen. Omdat je daar nooit, maar dan ook nooit, een kans in hebt gezien. Nee. Nee, het was te zweverig of het was niks van mij. Ja, dat. Of dat is typisch mijn moeder of typisch mijn vader. Ja. Die zeggen dat ook. Ja. Ja, maar dan ben je niet met het gegeven zelf bezig. Nee. Alleen maar het oordelen. Ja, en als dat in je omgeving gebeurt, dan wordt het ook, ik noem het dan programmeren. Ja. Dat is een naar woord. Doe ik aan de computer denken, maar dat is geen naar woord. Maar in feite gebeurt hetzelfde. Je wordt geprogrammeerd. Ja, ja. En als dat programma er eenmaal in zit, en je kan doorgaan in dat beeld en het wordt flink geüpdate. Ja, we hadden het toch laatst over mijn moeder, die legde toch mijn vader, vertelde ik je uit, wat nou de mind was. Daar vroeg mijn vader naar. Ze zat haar vinger nog steeds op de knop, op de Siri-knop, per ongeluk. En toen antwoordde Siri, toen ze de uitleg had gegeven van de mind, ik begrijp niet goed wat je bedoelt. Ja. Ja, volgens mij noemen ze het thuis bij mijn ouders nu. De Siri hoor, ja. Mind is Siri. En mind is ook Siri. Nee, alles is mind. Ja. Dus de mind kan alleen maar dat volgen. Alleen maar wat er geprogrammeerd is. Dus als er iets anders wordt gezegd dan het programma, dan allemaal gelimiteerd. Zwaar gelimiteerd. Ja. Ja. Ja, dat is een leuke dit. Ja, Siri. Ja, dan zie je dat die programma's, ja. Maar het goede nieuws is,
één enkele ervaring over die zelfliefde, over die onvoorwaardelijke zelfliefde, is voldoende ervaring om te worden overtuigd. Hè? Ja, want dat heeft de computer niet, zelfliefde. Nee. Dus één enkele ervaring is voldoende om overtuigd te raken. Ja. Dan heb ik het hier over die liefde. Dus dat, ja, wat is dat dan? Nou, dan komt dat grote woord vertrouwen. Door vertrouwen, echt 100% vertrouwen vanuit het zelf, komt die opening natuurlijk. Ja, en dan ben je dus niks aan het uitleggen, nee. Niks aan het beargumenteren. Nee. Vertrouwen, punt. Nee. Dat voel je. Voel je. Echt vertrouwen, punt, ja. Ja. Want er hoeft helemaal niet uitgelegd te worden. Kun je over zwijgen. Ja. Dan loopt het. Ja. Zo ga je. En dan hoef je maar één ervaring voor te hebben. Ja. Eén ervaring van zelfliefde. Ja. Snap je? En dat, ook dat gebeurt door inzicht natuurlijk, dat snap ik. Maar door het te zien hoe het werkelijk is. Ja. Dat het inderdaad geprogrammeerd is. Dat het ook geprogrammeerd kan worden. Dat het alles wat je aanleert ook af kan leren. Hoewel dat heel erg moeilijk zal zijn. Maar het kan wel. Ja, maar dat jij bent dat niet. Dat woord gebruiken we niet. Dus het kan. Ja, het kan. Ja. Maar de mind zal zeggen, ja, maar dat is... dat is lastig. Ja. Ja. Dus ja. Dus dat die zelfliefde is nodig om vanuit het hart te Absoluut. Kunnen... Nee, maar daar komt dit allemaal vandaan. Ja. Nou, het kan niet ergens anders vandaan komen. Nee. Dat zie je heel goed. En als je zelfliefde bent en ook inziet dat je een deel uitmaakt van een veel groter geheel. Ja. Ja. Dan ben je vrij. Ja, en daarom hoeft er hier niet voor gevochten te worden. Nee. Nee, daar hoef je niet voor te vechten. Hoef je geen oorlog te voeren. Ook dat niet. Dus durf te leven. Ja. Durf te leven, durf te zijn. Ik ga weer een gedicht pakken. Ja, ik ben benieuwd. Maar dan het leven wel ten volle natuurlijk. Ja. Niet in stukjes, maar ten volle. Ja. Even kijken waar mijn gedicht is. Daar is die. Ja, ik heb er een met bronnen onbekend. Oh ja, dus, bronnen onbekend. Ja. Die heb je zo nu en dan. Ja, zo nu en dan. Ik heb geen idee waar die vandaan komt. Het gedicht heet Onvoorwaardelijke Liefde, bron onbekend. Liefde faalt niet voor jou als je afgewezen of verraden of ogenschijnlijk niet volledig geliefd wordt. Liefde faalt in jouw geval als jij afwijst, verraadt of niet lief hebt. Trek je daarom niet terug uit relaties. Wees kwetsbaar, wees gewond indien nodig en verdraag de wonden of die pijn. Straf de ander niet in liefde. Realiseer je dat iedereen lief wil hebben en geliefd wil zijn door de ander in liefde. Heb daarom lief. Doe dit liever dan enige andere poging te doen om het gevoel van afgewezen te zijn kwijt te raken. Je afgewezen voelen is de pijn voelen van niet geliefd te zijn. Sta het verdriet die pijn toe, maar laat het nooit het gevoel van liefdeloosheid worden. Wees kwetsbaar en bijgevolg niet beledigd. Als je alleen maar gewond bent, zal je nog steeds de behoefte aan liefde kennen en je zult nog steeds de behoefte kennen om lief te hebben. Zij die lief hebben, zijn liefde. En is het dan ook onvermijdelijk dat anderen hen lief hebben. Zij die alleen liefde zoeken, zijn zelf de liefde niet en dus vinden ze haar niet. Zelfs als ze geliefd worden, hebben ze daar geen weet van. Alleen degene die wezenlijk lief heeft, is liefde. Daarom komt altijd de ware liefde naar degene toe, want vanuit lijden toont zich uiteindelijk de onvoorwaardelijke liefde. Dank je wel.